December begint alweer aan te komen en december is vaak ook wel een beetje een maand waarbij mensen een stuk depressiever zijn. Donkere dagen, ongelukkige mensen en zoals je weet maken we ook wel eens mensen haatvideo's. Want ja, als je depressief bent, dan ga je random haat gooien op mensen die je niet kent. Waarom zou je anders op iemand haat gooien? Als je gelukkig bent, dan doe je dat niet. Je hebt vaak een beetje een bepaalde jaloezie om dit te doen. Voordat wij verder gaan, laat even een like achter. De likes zijn helaas iets minder, dus het zou fijn zijn als we dit keer minimaal 60 likes kunnen halen. Dus laat even dat blauw duimpje achter. Oh, oké, dat is wel een beetje apart. Beweging, maar dat maakt niet uit. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En zet even het belletje aan. En ja, ik denk dat het hoogste tijd is om te gaan beginnen met de video. Mensen, ik weet het, sommigen zijn depressief. Maar als je depressief bent, zoek alsjeblieft hulp of ga met mensen praten. Haatvideo's maken is niet de oplossing. En het zijn ook vaak kleine kinderen die dat doen. Waarom zou iemand die volwassen is een haatvideo op jou maken? Iemand die volwassen is, is verstandig genoeg om dat niet te doen. En als hij kritiek op je heeft, dan is het 9 van de 10 keer opbouwende kritiek. En als ze dat niet doen, dan zijn ze gewoon psychisch gestoord. Maar goed, we gaan vandaag reageren op de anti-Dellie haatvideo. Ik ben in ieder geval benieuwd wat er over mij gezegd is. Ik zou zeggen, laten we gaan beginnen met de video. Nou, we zijn uiteindelijk bij die video aangekomen. Hij heet namelijk ook echt anti-Dellie en dan tussen haakjes haatvideo. In ieder geval super bedankt voor je video en je support is echt super goed, want ik heb nog niet eens gepromoot en je hebt nu al 11 dislikes. Goed gedaan, maat. Dan zullen er ongetwijfeld wel meer worden, maar ja, weet je, dat maakt me helemaal niks uit. Maar je hebt wel 2 likes, dus dat heb je toch wel goed voor elkaar gekregen op een of andere manier. Je hebt maar 6 abonnees en je haalt al 63 views. Good job, man, dat is nog best veel, vind ik. Voor iemand die irrelevant is, zoals ik. Maar laten we even die haatvideo gaan kijken, want oh mijn god, een haatvideo. Wat erg. Hallo beste kijkers, welkom bij een nieuwe video. En in deze video is het tijd dat ik iemand ga haatvideo maken. Ja, oké, goed genederlands trouwens. Maar what the fuck is er met je stem aan de hand? Je hebt echt zo'n piepstem. Waarom maak je dan een video als je zelf een piepstem hebt? Dat is gewoon de hele fucking roast over jezelf. Ik hoef je niet eens meer te roosten. Maar oké, de kwaliteit van jou is ook super laag. Dat snap ik wel, want je kunt geen betere internet betalen. Of je kunt gewoon geen betere kwaliteit fixen. Jammer joh. Ik maak een haatvideo op een YouTuber. Of iemand die zichzelf een YouTuber deed te noemen. We gaan het vandaag namelijk hebben over die poepzak Dellie. Ja, inderdaad. Ik denk mezelf een YouTuber te kunnen noemen. Laten we zeggen, ik heb best veel talent op zulke vlakken. Ik dacht trouwens dat ik eerst degene was die geen talent had. Totdat ik deze video zag. Sindsdien voel ik mij ineens een kunstenaar. Ja jongens, zulke mensen maken mij nou eenmaal arrogant. Vooral op het gebied editen. Het enige talent wat jij hebt is een foto van jezelf erin plakken en je beeldscherm te filmen. Wel respect dat je dit trouwens met OBS doet of via een ander programmaatje en niet via Bandicam of via je eigen mobiel. Jullie zien het hier zo. Wat een lelijke gozer, man, even serieus. Ja, inderdaad, echt lelijk. Gast, doe normaal. Nee, zoals jullie zien, we maken alleen maar dit soort video's over andere mensen. Alleen maar, even kijken, Don's Facebook staat ze. Ja, oké, Frank Louis zit erin. Daar heb je wel een punt in, behalve hoe kom je op nummer 1 trending. Dus laten we zeggen, niet alle video's, maar bijna alle video's. Dus ik geef je deels gelijk, deels niet. Want er zijn alle video's en het zijn niet alle video's. Ha, I got you, bitch. Ik wil gewoon viral gaan, want ik heb geen talent om eigen content te maken. Omdat hij zelf helemaal niks kan bedenken, ja. Wat? Hoe dat stemmetje in één keer overslaat. Jij moet nog eventjes leren praten, gabber. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar, zie dit dan. Onze Facebook staat er. Oké, ja. Ja, tuurlijk, jongen, tuurlijk. En ik heb ook die Fit IQ app, ja. En ik kan echt wel zien dat je veel dislikes hebt. Val wel mee, toch? 6 dislikes. Ik moet gewoon zeggen, mijn kanaal had gewoon veel dislikes. Vinden mensen leuk. Maar ik haal ook veel likes vaak op een video. Het is gewoon zeg maar zo dat ik echt een heel leuk publiek heb. Maar ook gewoon een deel wat best wel toxic is. Dat is gewoon een feit. Oh ja, voor jou doen. Ja, kijk, je staat lekker in het geel. Wat is er met je lach? Wat markeert er? Even serieus. Je lach klinkt echt naar ratten. Ik kan er niks anders van zeggen. Sorry. Ik ben er namelijk eentje van. Oh, deze heb ik niet gezien. Dislike. Meteen, je hebt de video niet eens gezien. Dislike. Maar ik ben wel geabonneerd hoor, want ik ben de grootste. Ja, weet je wat het is? Ik dislike altijd als de video's. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Oh, je hebt het belletje nog aan staan ook. Oh mijn god, dankjewel. Nou, in ieder geval, ik ben niet geabonneerd op jou en dat wil ik ook niet. Fijn dat je wel geabonneerd bent en zo'n trouw fan bent. Even serieus, dat doet me echt wel iets goeds. Nou. Dames en heren, welkom bij... Wat is dat geluid trouwens op de achtergrond? Ik hoor heel veel bassen. Is je buurman weer lekker bezig of zo? Want je hebt lekker een buurman die lekker die bas gewoon knijt te hard zet en jou lekker geïrriteerd laat maken. Ja, zodat je lekker elke dag die bas moet aanhoren. Leuk hè? Een nieuwe video. En in deze video ga ik namelijk YouTube nieuws raden. Of echt... kijk YouTube nieuws, kijk die titel dan liggen. Echt. Goed genederlands. Ja, heel goed genederlands. Ik ben echt trots op jou, maat. Fantastische titel. Ja, YouTubers raden. Is dat serieus reden wat je doet? Ach, leuk kopie man, je bent kankerlelijk. Wow, 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 wow. Echt of nep is. Jullie kennen ondertussen King Alert wel. En 9 van 10 is dit King Alert wel right. En, zeg maar gewoon King Alert, ja, die poepzak, ja, die dikke. Ik weet al wie hij is. Dan moet je in zijn gezicht zeggen. Dan staat hij gewoon letterlijk met zijn stalen vuist voor je neus, jongen. Dan zit er gewoon letterlijk een gat hier in je hoofd. En dan komt hij er daaruit. Nou, trouwens dat ook weer niet. Ik denk gewoon dat je een stukje opvoeding nodig hebt. Want ja, ik snap het wel hoor. Je vader heeft je gewoon verwaarloosd. En je moeder die geeft geen fuck om je. Daarom maak je deze video. Want als je moeder je een beetje aandacht geeft, dan zal je echt zulke video's niet maken. En als je vrienden hebt, dan maak je dit soort video's ook niet. Maar waar zijn je vrienden dan? Niemand weet van je video af. 2 mensen misschien. De enige personen waar jij aandacht van krijgt zijn Dellie. En misschien die neppe vrienden van jou. Die dan ook in één keer later weg zullen zijn. En dan ben je alleen. Nog just Nicolas. Maar we gaan het niet over deze 2 hebben. We gaan het echt over de oude trendmedia hebben. Of ze gelijk hebben of niet. Maar voordat we... Wat is media eigenlijk? Dat is toch die... Ja, ik weet het niet. Hij gaat wel uitleggen, denk ik. Jij bent zo dom. Een blauw duimpje achter. Jij bent echt dom. Als we op 80 likes kunnen gaan, dan zijn er een stelletje eindbazen. En... 80 likes! Je hebt maar 20! Godverdomme, wat is er mis met jouw lach? Even serieus. Ik weet dat ik een kutlach heb, maar jij? Je denkt dat je SpongeBob bent of zo. Ja, tuurlijk. 80 is nog ver weg van jou. Oh, kijk, hier ook even een commentje achterlaten. Oh, shit, hij gaat haatcomment achterlaten, jongens. Kaker, homo. Kaker? Haat video op je maken. Auw, kut. Dat had je niet moeten doen. Staat dadelijk online op mijn kanaal. Gaat hij een beetje zaalpromotie lopen maken in de comments? Dat heb ik al gezien hoor. Weet je, ik heb hem gepint. Zodat mensen kunnen zien wat voor retard jij bent. Verder heb ik niet eens bedoelingen mee. Laat even staan dat jij dan nog een comment durft te plaatsen. Maar ja, fijn dat je gedisliked hebt. Mij maakt er geen reet uit. Ik ben haat gewend. Ik krijg het elke dag. Dus ja, ik ben het gewoon gewend. Zo, hier. Ik krijg ook. Oh, jij hebt mijn commentje liken natuurlijk. Vergeet zeker niet te abonneren met het belletje aan. Want als je dat belletje aanzet, krijg je namelijk als het goed is een melding. En voor de mensen... Ja, maar die heb ik al lang aangezet. Ik ben wel geabonneerd op jouw video's te disliken. Wat de fuck is met jouw lach? Ik heb in premiere modus geüploaden. Dat ga ik helaas niet meer doen. En de reden ervan is dat mensen 0 meldingen krijgen. En 0 meldingen is 0 views. Lekker voor je poepzak. Poepzak? Ja, je hebt 55 views. En je hebt veel abonnees. Dat komt omdat hij waarschijnlijk toen de tijd nog maar net een uurtje online staat. Nou zit hij alweer over de 200. Is nog niet veel, want YouTube heeft tering voor bugs. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ja, als die bugs er niet zijn, als YouTube zich niet heeft losgekoppeld van Google+, had ik nou veel meer views gehad. Had ik wel rond de 300 gezeten of 400. Dat is nou best goed voor zo'n kanaal als mij. Tuurlijk, ja. Wow, dikke vet epilepsie effecten of zo. Hier heb je in één keer wat meer, hè? Ja, tuurlijk, joh. Joh, om de mensen kijken. Ik verdislike elke video van jou, dat weet je zelf ook. Dat is echt zo. Mijn vorige video is best wel slecht bekeken. Dus als jullie even de vorige video na deze video willen checken. Oké, doe ik dan wel eventjes hoor. Hier. Aan die video vervolgens. Hey, het was een true fan. Hij heeft wel geliked, jongen. Ik dacht hij gaat gelijk disliken. Maar nee, hij had die vooraf geliked. You are a true fan, mate. Thanks. I really love it. I really appreciate it. Lekker te disliken. Welkom bij een nieuwe video. En in deze video is het tijd dat ik ga reageren op Facebook statussen. Maar voordat wij verder gaan, laat even een like achter. Hier, dislike, alsjeblieft. En dat is de reden waarom ik hem likes vraag. Zodat dit soort retards gewoon niet meer kunnen disliken en dat gewoon geen zin meer heeft. En laat eventjes achter wat jullie eigenlijk van deze sfeerverlichting vinden. Ja, hartstikke homo. Ja. Oh, wow, rustig ja. Hè. Ik weet niet hoor, maar je bent echt gewoon een poepzak. Ik hou daar stop met YouTube, stop met je leven. Nee. Nog 1 keer en ik ga je huis opzoeken, man. Oh, shit. Nog even. Kap dan gewoon mee met die video's. Nee, hij gaat mijn huis opzoeken. Godverdomme. Ja, nou ben ik niet meer veilig in mijn eigen huis, hè. Nu moet ik gaan verhuizen van deze retard. Want straks staat er gewoon een kind van 6 aan mijn deur. Ja, dan word ik straks in elkaar geslagen door een kind van 9 of 6. Of... Ik weet niet hoe oud die gozer is. Ja, shit. Ik ben echt tering bang. Jij bent je grootste hater. Ja, dat is duidelijk. Nou, ik sluit de video hierbij af, Dellie. Je bent gewoon een mogol. Je gaat dat ten première, maar dat doet helemaal niks. Niet meer, ik ben ermee gestopt. Laat een like op mijn video achter. Dislike hem dan gewoon poepzakken. Kut homo. Kut homo. Dan zie ik jullie bij een nieuwe video. Doei. Nou, dat was in ieder geval de haatvideo. Laten we even kijken wat er in de comments gezegd is. Oké, ik zei toen zelf nog van, wat schattig om te zien dat jij een haatvideo maakt en de moeite ervoor neemt. Maar please, doe wat met je leven. In ieder geval bedankt voor je extra views en video idee. Want inderdaad, nou kan ik views op jou pakken. Thanks man. Mitchell zei, ik heb zin om jouw tanden eruit te slaan. Mag dat, dom kind? Niet fucking met de verkeerde. Kijk, Mitchell snapt hem tenminste. Zo is het. Mr. Puck, jij haat Dellie, ik haat je oma. Yep, dat is ook eens de wits. Someone. Anti-Minecraft Programmer 145. Wat heb je voor een kutnaam? Haatcomment. Juist. Als jij veel subs hebt, domme kut. Hij heeft meer subs dan mij. Waarom geef je haar? Je kunt het zelf niet beter. Kijk, deze jongen heeft gelijk. Dus Oscar, dikke shout-out naar jou. Hij zegt ook tegen hem, val dood. Dat hoeft ook weer niet per se. En geïrriteerd is ook wel een geïrriteerde grap die ik heel vaak in de comments zie. En ondertussen al geblokkeerd heb. Hij zei, baas, ik haat hem ook. Ja, hij is echt de grootste hater volgens mij van mijn kanaal samen met deze gozer. Elke video haten. In ieder geval dikke shout-out naar jou, want ik weet dat hij elke video kijkt en mij extra views geeft. Hartstikke leuk om te zien. Nou, en de rest haat nog. Nina heeft gezegd, opdonder, alsof jij beter bent. Foe, nee, dus hou je bek, anders knijp... Wat? Dat moet je niet willen, Nina. Hou je een beetje in. Dat moet je ook weer niet doen. Want dan ben je straks vergiftigd. En waarom? Omdat hij toxic is. Toxic is vergiftiging. Waarom doe je hier tijd voor in besteden? Je bent niet grappig. Delana wel. Dus rot maar op. Kijk, dikke shout-out naar jou. Simpel gezegd. Nina zegt daarna ook nog, hou je bek. Je hebt echt niks beters te doen dan mensen dissen. Ga buiten zitten met... Precies die. Dit kun je geen goede video vinden. Tenzij je een grote retard bent, oké? Dit kun je geen goede video vinden. Ik heb net gekeken. Niks leuks aan of zo. Ook al ben je een hater. Dames en heren, dit was de video. Heb jij genoten? Laat een like achter. Kunnen wij voor de 80 likes gaan? Vergeet niet te abonneren. Zet een belletje aan. Het zou allemaal hartstikke dope zijn. En laat iets achter in de comments. Wat vind jij van haters? Laat achter. Dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Tjallas!